We zijn zelfs nog anderhalf uur sneller dan dat we eigenlijk oorspronkelijk gepland hadden. Maar het enige probleem dat we gehad hebben is een beetje met verkeerslicht hier op de ring in geel. Die moesten ze draaien en die bouten die kwamen nogal slecht los. Dat is al lang niet meer gebruikt, denk ik. Maar voor de rest is alles super gelopen. Het gaat om een onderdeel van een boorplatform van het Franse energiebedrijf Gaz de France in de Noordzee vlakbij Schotland. Bij aankomst aan het Albertkanaal in Oevel bij Westerlo wordt de machine overgeladen in een schip. Dus dat is een speciale beam die ook door de fabrikant gemaakt is om het stuk met één kraan mooi recht te kunnen laaien, omdat het zwaartepunt zit niet in het midden van het stuk. En die hebben we hier helemaal nog gemonteerd en zo, die is meegeleverd door KTI in Mol. Eens het overtakelen gebeurd is, kan het schip koers zetten richting Antwerpen. Daar wordt de machine morgen vroeg opnieuw overgeladen in een ander vrachtschip, om dan uiteindelijk tegen het einde van de week op de eindbestemming nabij Schotland aan te komen.